Hey, we gaan weer wat proberen. Veel spellen kom je een dubbelsprong tegen. Een sprite die heen en weer kan lopen, kan springen en er nog een keer te klikken, twee keer kan springen. We gaan dit dus programmeren: links en rechts bewegen, twee keer springen, en dan ook nog zo dat hij niet per ongeluk drie keer kan springen. We gaan een nieuw programma maken. We houden gewoon de kat, maar je kan natuurlijk elke sprite gebruiken die je wilt. Eerst gaan we de kat heen en weer bewegen. Waarschijnlijk heb je dit al in meerdere spellen gedaan, maar we gaan er toch nog een keer doorheen. Bewaar dit soort dingen in je rugzak. Oké, okay, als op de groene vlag geklikt wordt, moet elke keer worden gekeken welke knop wordt ingedrukt. Dus een herhaalblok is nodig. En een als dan. Onder waarnemen vinden we. Als pijltje naar rechts wordt ingeklikt, ingedrukt, nou, dan moet hij naar rechts bewegen natuurlijk. En ik kies ervoor om dan verander x met 10 te doen. Dus elke keer als pijltje naar rechts ingeklikt wordt, moet die 10 punten op de x-as naar rechts gaan. x wordt groter en dan gaat hij naar rechts. Als hij naar links moet, dan moet x dus kleiner worden. Ik kopieer dit blok. Rechtermuisknop. Kopie maken. Ik zet hem binnen het herhaalblok. Pijltje naar links. Verander x met min 10. Elke keer als ik pijltje naar links in klik, wordt x dus kleiner. En daardoor gaat hij naar links toe. Pijltje naar rechts, pijltje naar links. Hmm. We gaan hem ook nog naar de kant laten kijken waar we op gaan. Als pijltje naar rechts geklikt wordt, richt naar rechts. Als pijltje naar links geklikt wordt, richt naar links. Hé, hey, op zijn kop. We moeten de draairichting nog veranderen. Dat kan hier, door op dit pijltje te klikken in plaats van op het draaien. Je kan ook bij bewegingen onderaan kiezen voor maak de draaisstijl links-rechts. Als je die in het begin van het programma zet, ook dan gaat hij alleen links-rechts. We hebben hem nu al bij de informatie gedaan. Prima zo. Kijk, pijltje naar rechts, pijltje naar links. Het ziet er nu nog uit alsof hij glijdt. Dus we gaan hem ook nog laten bewegen. De kat heeft verschillende uiterlijke. Uiterlijk 1 en 2. Door deze af te wisselen lijkt het alsof de kat loopt. Dus bij elk pijltje. Pijltje naar links of pijltje naar rechts zetten we neer het uiterlijk. Dit is alles voor de beweging als pijltje naar rechts wordt ingeklikt. Kijk naar rechts, verander x met 10 en neem volgend uiterlijk. En op deze manier laten we de kat lopen van links naar rechts, nu gaan we hem nog laten springen. Springen doen we met een variabele genaamd zwaartekracht. Net zoals in het acht, trekt de zwaartekracht aan de kat, zodat hij naar beneden gaat. Hoe harder hij naar beneden gaat, hoe groter de variabele moet zijn. We plakken er een als dan en anders blok in. Als de kat hoger is dan de grond, dan moet hij naar beneden komen. Uiteindelijk komt hij helemaal beneden bij i is min, nou, min 131 of min 130. We pakken een functie. De kleiner-dan-functie. Als. Helemaal onderaan staat dan de i-positie. Als de i-positie is kleiner dan 130, min 130, sorry, helemaal onderaan, min 130. En we passen hem iets aan naar min 129. Dan moet hij stoppen op, dan zetten we hem op een vast, op i is min 130. Nu gaan we variabelen maken. De variabele is onze zwaartekracht. De zwaartekracht verandert. Dus we moeten hier variabelen zijn. Je kan hem voor deze spreid doen of voor alle spreids. Voor, voor dit voorbeeld maakt dat niet uit. We hebben een aantal mogelijkheden. Maken een waarde. In het begin zetten we maak de zwaartekracht. 0. En ook als hij onderaan komt, dan zeggen we: maak de zwaartekracht 0, want hij gaat niet meer naar beneden toe. Als hij kleiner is dan min 129, of niet kleiner is dan min 129, dan zeggen we. Dat hij met min 2 naar beneden moet vallen. Dat in ieder geval de variabele met min 2 steeds verandert. En omdat het in de herhaler zit, wordt het van min 2, min 4, min 6. Hij gaat dus steeds sneller naar beneden, nu gebeurt er nog niks omdat we niet gezegd hebben dat de i-positie moet veranderen. We hebben wel een variabele gemaakt, maar die gaan we nu in deze zetten. Dus, dan zeggen we: maak, verander de ei met de zwaartekracht. Zoals hij nu hierboven staat, verandert hij de ei met de zwaartekracht. Let op dat je niet pakt maak ei zwaartekracht, maar verander de ei met zwaartekracht. Dan blijft hij in de lus en wordt hij steeds sneller, gaat hij steeds sneller naar beneden. Oké, okay, volgende stap. Als de spatiebalk wordt ingeklikt, willen we dat die gaat springen. Dat doen we door te zeggen, nou, elke keer als die spatiebalk wordt ingeklikt, dan moeten we, oh, dan moeten we de uh, zwaartekracht eigenlijk heel groot maken. Bijvoorbeeld 20. En de ei moet dan veranderen met de zwaartekracht. Eigenlijk moet dat steeds, dus je kan hem ook apart ergens neerzetten. We hebben hem hier steeds in de programmering staan. Dus als ik nu spatiebalk inklik, verandert i met 20. Hij gaat dus omhoog. Maar doordat de zwaartekracht ook steeds in de andere lus omlaag gaat, gaat hij eerst naar 20 en dan 18, 16, 14, 12, 10, 8, totdat hij negatief wordt en de kat weer naar beneden komt. We gaan een als dan een anders blok gebruiken. Want we willen alleen dat de kat gaat springen als hij helemaal beneden is. Of na, uh, om een dubbelsprong te maken. Dus eerst gaan we dit doen. Als de kat lager is of gelijk is met die 130, min 130, als de ei-positie. Waar stond die? Hier helemaal onderaan. Als de eindpositie is min 130, dan mag je een sprong maken. Min 130. Dus als ik de spatieballen klik en alleen als hij helemaal op de grond staat, dan mag je een sprong maken. Kijk, nu kan hij geen twee sprongen achter elkaar maken. Daarvoor gaan we een variabele toevoegen die heet dubbelsprong. Oké. Okay. In het begin is die variabele heeft een, een waarde. We moeten kunnen zien of de sprong al een keer gemaakt is om te kunnen bepalen of we een dubbelsprong mogen maken. Nou, we maken deze variabele, maak dubbelsprong, niet 0 of 1, maar waar of onwaar. In dit geval. Onwaar, want hij heeft hem niet gesprongen. Begin van het spel is dubbelsprong onwaar. We kunnen het ook in het Engels doen, dan heet het false. Laten we die maar gebruiken. In het als-een-anders blok zetten we nog een als-dan blok. Want we willen dat hij een sprong kan maken. Oh, deze. Als hij nog niet een sprong heeft gemaakt. Dus als dubbelsprong is nog wel, eh, vals, als dubbelsprong is vals, als die waarde van dubbelsprong is vals, dan mag je nog een sprong maken. Nou, ik kopieer hem even hieruit, want daar staat het al. Dus als nog geen dubbelsprong heeft gemaakt, als het vals is, dan maak sprong met 20 en verander I met de valsnelheid, zoals we net hebben gedaan. Nou, wanneer mag je nog meer een sprong maken, een dubbelsprong maken? als je helemaal beneden staat. Dus ook daar zet ik neer. Daarna, als je een dubbelsprong gemaakt hebt, dan mag je er niet nog één maken. Mag je niet nog een sprong maken. Dus nadat hij die dubbelsprong heeft gemaakt, maken we de waarde van dubbelsprong true. Zodat als er wordt gekeken van hé, hey, mag ik een sprong maken? Dan zegt hij nee, mag niet. Nu moeten we nog toevoegen dat als je op de grond staat, dat dan de waarde van dubbelsprong vals eh, wordt. Want als je op de grond staat, moet je natuurlijk wel een sprong kunnen maken. Dus als je op de grond staat, op min 130, dan moet dubbelsprong ook vals worden. Je ziet elke keer hier die waarde veranderen van vals naar true. Als ik een dubbelsprong heb gemaakt, dan wordt die true. En als je dan weer beneden is, dan wordt die weer vals. En kunnen we dus opnieuw een dubbelsprong maken. Dit was hem. Gebruik hem in je spelletjes. Even uitzoomen, dan kun je zien wat de hele code is geweest. Succes hiermee.